Goedenavond, middeleeuwse vrienden. Hallo. Hallo. Als ik u even mag vragen uw dis uit te stellen. Mijn naam is Pieter Derks en vanavond ben ik jullie nar. Ik ben ingehuurd om hier als nar te verschijnen en zoals een nar behoort te doen, ga ik jullie een verhaal vertellen waarin uiteraard elke overeenkomst met de werkelijkheid op toeval berust. Kan iemand mij, kan iedereen het verstaan? Nee! Kan het wat harder, Henk? Dan gaan we onze middeleeuwse iPad een klein beetje opschroeven. Kijk, is het nu beter te verstaan voor iedereen? Ja! Er zijn nog meer mensen dan ik dacht. Ja, nou, hallo! Verder kan het zijn dat ik me tijdens dit verhaal af en toe dat ik iets raars zeg of me verspreek, maar dat komt omdat ik een authentieke middeleeuwse bril heb gekregen. En dat is een houten montuur zonder glazen. En ik vraag me al weken af hoe het kan dat iemand in de middeleeuwen blijkbaar eerst een bril heeft uitgevonden en toen pas dacht, hé, daar passen precies twee glazen in die rondjes. Maar goed, mijn verhaal, verder sta ik met een wollenpak naast een kampvuur, maar goed, dat schijnt eeuwenlang goed te zijn gegaan, dus ik ga het gewoon proberen. Mijn verhaal staat natuurlijk in het teken van vuur en dat is een lastig thema, want Nijmegen is geen vuurstad. Wij zijn altijd gericht geweest op het water natuurlijk, op de Waal, op bruggen bouwen, op nevengeulen graven. In 2000 jaar tijd heeft het Valkhof hierachter maar 3 keer echt serieus in brand gestaan. De laatste keer in 1047, toen ene Godfried met de baard, die naam verzin ik niet, de boel in lichte laaien zetten en iets te lang bleef kijken en zonder baard weer afdroop. Onze parkeerautomaten op zonne-energie willen niet altijd even goed werken. De vierdaagse feesten moeten het al 2 jaar zonder vuurwerk doen. En de spelers van NEC zijn niet vooruit te branden. Het mogen duidelijk zijn, vuur is niet ons ding. Toch scheiden wij er wel een geschiedenis mee te hebben. Onze provincie Gelderland dankt zijn naam aan de legende die we hier net gezien hebben over een gevaarlijke vuurspuwende draak die mooie, schone jonkvrouwen als offer eiste en alle mannen die hem probeerden te doden met bruut geweld tegen de vlakte sloeg. Een vrouwenverslinder en een mannenmepper, een Badr-Hari avant la lettre en 2 jonge koenenridders, Lupold en Wichert, zouden die draak te lijf zijn gegaan bij een mispelboom. En terwijl de draak tegen de vlakte ging en stierf, schijnt hij een geluid te hebben gemaakt dat klonk als Gelre. Een vrij ongeloofwaardige oprisping, maar goed, elke provincie heeft nou helemaal een ontstaansgeschiedenis nodig. En dit verhaal over Gelre is in elk geval nog altijd aannemelijker dan een soortgelijk verhaal over een Duitse draak die bij wijze van doodskreet Noord-Rijn-Westfalen zou hebben geroepen. Hoe dan ook, het verhaal over de draak van Gelre inspireerde mij tot de moderne versie van dit sprookje. En ik neem u, beste middeleeuwers, mee naar de toekomst. Ik neem u mee naar 2013. Een tijdperk waar we ons hier aan deze middeleeuwse dis natuurlijk maar weinig van kunnen voorstellen. Maar gelooft u mij, het was een knotsgekke tijd. En zoals ik al zei, het jaar 2013, het land werd geteisterd door een draak die Crisis heette. Crisis was een klote draak. Overal waar Crisis kwam, had hij de pensioenen op. Hij verwoestte werkgelegenheid met zijn wilde klauwen. Hij sloopte de huizenmarkt met zijn ademvol zwavellucht. En de mensen liepen bang en vertwijfeld over straat. Crisis was jarenlang in bedwang gehouden door een grote wolf genaamd Welvaart. Een gezellige lobbes die de mensen eten bracht en vrolijk maakte. Maar Welvaart de Wolf was een beetje onvoorzichtig met oversteken. En werd op een warme zomerdag bij Luttelgeest geschept door een boerenkar. Morsdood. Vanaf dat moment had Crisis vrij spel. Hij zwierf door het land, een spoor van voedselbanken en werklozen achterlatend. En overal waar hij kwam bleven de mensen angstig binnen, zittend op een spaargeld, te lam geslagen om nog naar de winkels te gaan en hun geld uit te geven. Het rare was dat niemand Crisis ooit daadwerkelijk gezien had. Maar iedereen wist zeker dat hij in de buurt moest zijn. En elke keer dat er iets misging, zei een politicus, het was Crisis. En de mensen namen daar genoegen mee. En ze leverden hun centjes in, want die scheen Crisis lekker te vinden. En ze hoopten maar dat iemand snel met een oplossing zou komen voordat Crisis het hele land naar de vernieling zou helpen, net als hij ooit met Griekenland had gedaan. Nou had het land toevallig net dat jaar een nieuwe koning gekregen. Die was in het voorjaar ingehuldigd, zei het niet zo feestelijk als hij eigenlijk gewild had, uit angst voor de draak. Het was een sober feest met als enige uitspatting een koningslied. Maar ook daar klonk Crisis in door, want het werd geheel in stijl een draak van een lied. De nieuwe koning en zijn vrouw, de beeldschone koningin, besloten meteen te proberen om Crisis de kop in te drukken. Ze hadden de expertise in huis. De koningin was specialiste in microkrediet en de koning deed aan watermanagement. 2 eigenschappen die eigenlijk de familie mooi samenvatten, geld als water.
Daar moest een vuurspuwende draak die crisis heette toch mee te bestrijden zijn. En de ochtend na de inhuldiging, hun oren deden nog een beetje pijn van het lied, riepen ze twee van hun trouwste ridders bij zich. De een heette Mark en de ander heette Diederik. En samen probeerden die al een tijdje het land in goede banen te leiden. Tot nu toe vergeefs. Ze konden het maar niet eens worden over wat er moest gebeuren om de draak te verslaan. Wilde Diederik het een, dan wilde Mark weer net het ander. En wilde Diederik het zus, dan wilde Mark het weer zo. En uiteindelijk besloten ze dan elke keer maar gewoon niks te doen in de hoop dat de draak vanzelf een keertje weg zou gaan. Daar had de koning schoon genoeg van en hij deed de twee een voorstel. Als ze erin zouden slagen crisis te doden, mochten ze met een van de buitenechtelijke dochters van zijn opa trouwen. Dat voorstel klonk ridder Mark, al jaren vrijgezel, en ridder Diederik, net gescheiden, als muziek in de oren. En zo gingen ze op pad, gezeten op hun paarden, met geen andere wapens dan bezuinigingsdrift en belastingverhoging. Mark had nog voorgesteld om een kerkkoor genaamd L.E. The Voices mee te nemen, voor als ze crisis zouden tegenkomen, maar volgens Diederik verbood het internationale oorlogsrecht het martelen van draken. Maandenlang trokken ze het land door. Overal waar ze kwamen zagen ze wat crisis had aangericht in een eens zo welvarende koninkrijk. En Mark schrok enorm van alle mensen die maar één keer op vakantie waren geweest, hun tweede wagen hadden moeten verkopen en geen nieuwe kachel hadden gekocht. Diederik stond intussen te praten met illegale vluchtelingen die verder eigenlijk niets met crisis te maken hadden, maar dat boeide hem nou eenmaal meer dan het gelul over geld. Na een jaar lang het spoor van de draak gevolgd te hebben en alle uithoeken van het koninkrijk te hebben bezocht, kwamen ze terug bij het paleis van de koning. Majesteit, zei Diederik, we hebben hem niet gevonden. Inderdaad, sire, sprak Mark, hij wilde zich niet laten zien. De koning begon zachtjes te grinniken. Jongens, ik moet jullie zeggen, ik heb in mijn studententijd wel vaker iemand een poets gebakken, maar zo bont heb ik het nog nooit gemaakt. Diederik verschoot een beetje van kleur. Ik zal jullie een geheimpje verklappen, sprak de koning. Er is geen draak. Mark stopte even met ademen. Zijn moeder had hem net de week ervoor de waarheid over Sinterklaas onthuld en nu dit weer. Hij kreeg het even te kwaad. Maar al die verwoestingen dan, riep hij. Al die beurskoersen, al die rentes, al die CPB-cijfers. Allemaal onzin, glimlachte de koning. Verzonnen om jullie te testen. En ik heb gelijk gekregen. Een jaar lang waren jullie drukker met de draak dan met de mensen. Maar ik zal jullie matsen. Morgen vertel ik het volk dat jullie de draak hebben gedood in een heldhaftige strijd bij een mispelboom. Nou, nu zijn we allemaal heel benieuwd natuurlijk hoe dit gaat aflopen. Ben ik nog een beetje zo te verstaan? Hier wel. Joh, wat een cliffhanger, hè? Ik kan het schreeuwend proberen. Ik hoor geen protest, dus ik ga het schreeuwend proberen. Morgen vertel ik het volk, sprak de koning, dat jullie de draak hebben gedood in een heldhaftige strijd bij een mispelboom. En dat de draak in zijn doodstrijd een woord gorgelde dat klonk als hypotheekrenteaftrek. Dan nemen jullie de maatregelen die nodig zijn en iedereen zal geloven dat de draak is verdwenen. Ze zullen de straat op gaan om te winkelen, de beurskoersen zullen omhoog schieten, het CPB zal haar ramingen bijstellen en het zal zijn of er nooit een crisis is geweest. En zo geschiedde. Mark en Diederik hadden hun lesje geleerd. En namen vanaf dat moment over alles meteen een besluit. De koning managde het water van zijn binnenzwembad. En het volk dat leefde nog lang en gelukkig. En vertelde elkaar op gure winteravonden zo nu en dan nog het angstaanjagende verhaal van de verschrikkelijke draak die crisis heette. Dank u wel.